allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb vandaag weer een gezelschapsspel voor jullie en dit spel heet Malle Muis, Vang de Muis en Pak de Kaas. Het spel is van Goliath en het is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar geloof ik. En het spel werkt op batterijen, want die muis die gaat echt alle kanten op en je moet dan proberen om heel erg snel zijn kaas te pakken. En kijk, je hebt ook nog dit. Daarmee moet je hem bij zijn staart pakken en dan moet je proberen om de kaas te verzamelen. Degene die de meeste kaas verzamelt, die wint het spel. We gaan het maar eens eventjes uitpakken en de muis bekijken. Wat erbij zat bij Malle Muis, dat is deze muis. Het is best wel een flinke muis. Die is blauw en die werkt op batterijen. Batterijen zitten er ook al in, maar ik zal hem nog niet aanzetten. Want ik wil niet dat hij zomaar ineens een sprintje gaat trekken. Hier hebben we dan ook nog eens van die... ze lijken op vliegenmeppers. Maar hiermee kun je dus proberen om het staartje te pakken. En het is een kattenklauw. Dus kijk, als je heel goed bent, dan kun je zo zoep, de muis pakken bij zijn staartje. Zodat hij niet verder kan. En dan kun je dus de kaas afpakken. De kaas die doe je hierin. In de bek van de muis. En dan houdt hij dat vast. We zullen hem eens aanzetten. En neerzetten. Daar gaan we. Ja, zoals ik al gedacht had, is deze muis echt super snel. Dus je moet wel zelf ook heel snel zijn. Het spel is trouwens voorbij als alle 9 kaasschijfjes gejat zijn. En degene die dan het meeste heeft verzameld, die wint het spel. Hij is echt super snel. Oei, nou is hij de kaas kwijtgeraakt. Maar ik heb hem nog niet 1 keer kunnen vangen, want hij gaat gewoon heel erg snel. Dus ja. Katten hebben er ook wel eens moeite mee, geloof ik, om muizen te pakken. Maar goed, nou was die vastgelopen en nou kon ik hem pakken. Volgens mij is dit dus best wel een lastig spelletje. Ja, ik vind het wel heel grappig klinken, dat Malle Muis. Ik denk niet dat dat geschikt is om op de tafel te spelen. Je zult hem echt sowieso wel op de grond neer moeten zetten. Dan kan hij lekker ver lopen en dan kun je er zelf achteraan rennen met je kattenpootjes. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En laat ook maar weten in de reacties of je Malle Muis wel eens gespeeld hebt. En of het je gelukt is om de muis te vangen. Zo ja, hoe vaak? Volgens mij is het best wel lastig. Abonneer op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan en klik ook nog op het klokje als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer, doei!